Je bent een Rotterdammer in je hart en nieren. Je voelt je jovel rondom onze wc-dijk. Een avond Rotterdam in om te passagieren. En niemand is er zo tevreden en zo rijk. Ben je in Rotterdam geboren? Op het Noordplein of Katendrecht? Dan ken je van geen vreemde horen dat die van Rotterdam iets zegt. Want voor me haven en me blakie, voor me Coolsingel en het Hofplein, geef ik subiet mijn laatste knakie, daar ken ik alleen mijn eigen zijn. Thank you.
Vandaag is 23 juni, neem ik aan, hè? En jullie dragen, je hebt je kotto aan. Wat is aan de hand? Gaan jullie 1 juli vandaag vieren? Nou, we beginnen ons al op te warmen naar 1 juli 150 jaar. Tuurlijk, vandaag is 23, maar je moet nagaan. Op 1 juli wordt er op verschillende plekken wordt er kitty-kotty gevierd. Wij hebben gedacht hier in Rotterdam, omdat we in Rotterdam eigenlijk gedacht hadden dat er niet zou zijn op 1 juli, hebben wij gedacht van 23 juni, daar roepen we gewoon iedereen op. Dan gaan we gezellig, heel Rotterdam, dan gaan we gezellig lopen naar het Zuiderpark. Daar vieren we alvast een voorloop van 150 jaar Kitty Kotti. Nou, overal hier in Nederland en in al die andere landen heerst er nog steeds slavernij. Want weet je hoe wij gevochten hebben voor deze optocht? Pas vrijdagmiddag hebben wij toestemming gekregen dat het doorgaat. En dat vind ik erg, terwijl we sinds december bezig zijn. Hoe ervaar je deze dag? Wel, ik ervaar het heel leuk, maar ik vind het toch niet zo. Ik wil eigenlijk maar 1 juli hebben om oorspronkelijk te lopen. Ik voel dat het wordt afgenomen van ons. Dat vind ik zeer spijtig. Maar waarom hebben jullie nu al georganiseerd en niet 1 juli? Omdat we die dagen niet konden krijgen van 1 juli. Dat zei mevrouw Helen tegenover mij, ik weet het niet. Ik vind het niet leuk zodat onze 1 juli wordt afgenomen. Ik voel het heel pijnlijk. U weet dat, u heeft het net over de slavernij. Maar door onze gebeden van onze voorouders zijn de gebeden verhoord door onze lieve Heer daarboven. Dat de slavernij is afgeschaft. Weet u dat ook? Jawel, ik weet dat alles van boven komt. En daarom, voor ik van huis ging, heb ik gebeden. Onze lieve Heertje, geef mooi weertje, geef mooie dag, dat de zon mag schijnen vandaag. We gaan de Heer echt vragen om ons eventjes droog te houden, zodat we daaraan komen. Vanuit mijn kant een hartelijk welkom op Zuid, in het bijzonder in Charloes, in het Zuiderpark. Wat goed dat u er bent. Ik zou willen zeggen, komt u maar vaker, want u hebt inderdaad uw zonnetje meegenomen. Als ik het weer nu vergelijk met vanochtend, hoe het was hier in Charloes, komt u alsjeblieft vaker. We zijn bijeen in het kader van de afschaffing van de slavernij, 150 jaar geleden. Het is een leed dat is geleden, maar het is uiteindelijk wel de bedoeling dat zulke omstandigheden zich nooit meer voordoen. En dat betekent wel dat we het leed in het verleden wel moeten delen met de toekomstige generaties. Alleen al vanuit dat impact inzicht vind ik het heel belangrijk dat uw stichting al 11 jaar zo'n festival organiseert. Om ook de jonge generaties in contact te laten brengen, maar ook bewust maken van het leed uit het verleden. Galo de vi fetima eri libite na de humus fetigis rana.
dat u dit was hebben georganiseerd? Nou, het is een mooi initiatief. Het is ook een goed initiatief om een festival, een activiteit dat al meer dan 11 jaar, 13 jaar georganiseerd wordt, nu in de buitenruimte te organiseren. Dus vooral in een park met dit weer, om het ook zichtbaar te maken voor alle andere culturen in de stad. Waarom? Over het waarom er zo'n festival georganiseerd wordt. Ik ben blij dat dit festival op Zuid in het Zuiderpark georganiseerd wordt. Ik ben moeder van 7 kinderen. Ik woon 21 jaar in Nederland, 17 jaar in Oude-West. Ik sta hier naast een prachtvrouw. Ik kende haar tot vandaag niet, maar ik hoor hele mooie dingen over haar. Okay. Stel jezelf eens even voor. Ik ben Amina Ali Hussein. Ik woon in deze wijk al 17 jaar en ik ben actief bewoners. Je actieve bewoner en woont al 17 jaar hier in Rotterdam. Ja. En wat doe je allemaal? En het is een mooie vraag. En ik help die mensen de weg te vinden. Omdat ik kom uit Somalië, waar vrouwen hebben geen rechten. Okay. En ik denk dat iedereen kan deelnemen in de samenleving. So voor mij is betekent dat ik wil graag mensen helpen om de weg te vinden. Dank je wel. En hoe doe je dat precies? Ik doe dat met actieve krachtvrouw die mij helpen. En ik probeer mijn best te doen om te weg te wijzen. En wat doe je hier in de Leeuwenhoek? Wij zitten hier 2 dagen per week activiteiten. En ik zit bij Paradijskerk ook 1 dag. En ik zit bij actiegroep de rest dagen. Ja. En ik zag daarnet staan Zumba, Nederlandse taal leren. Dat zijn de doelen van de vrouwen die hier komen. Ja, is een hele mooie vraag. Omdat kijk, ik kom uit Somalië. Ik spreek geen duidelijk Nederlands, maar ik probeer mijn best. En ik denk, een van de problematiek in deze wijk is taal. Of Nederlands, is taal. Als je taal kan niet spreken, je hebt geen weg te vinden. Je kan niet weg te vinden. En dat taal is heel belangrijk. Ja. Dus je probeert ze te empoweren, dat ze powerful women worden. Ja, mijn doel is dat die vrouwen die de hele dag thuis zitten, ze hebben niks om te doen, die moet komen buiten en iets doen voor de samenleving. Omdat krijg je voor samenleving, je moet in de samenleving wat teruggeven. En die organisatie wordt, en jij worden in het zonnetje gezet van vandaag, hoe voelt dat? Ik vind het prachtig. Ik vind het mooi, ik en mijn collega's. Omdat ik heb het niet alleen gedaan, ik heb ook geholpen door de collega's. En ik ben trots op hun. Ja. En wat zou je nou willen zeggen tegen vrouwen die thuis zitten en niks doen? Van hoe haal je ze over om actief deel te nemen aan de samenleving? En ik wil graag hun allemaal naar buiten te komen. Omdat kijk, allemaal vrouwen hebben talent. Het is niet dat ze zitten thuis. Dat, voor hun gezin ook is niet belangrijk om de hele tijd thuis te zitten, stressen. Maar ik vind als ze naar buiten komen, je kan iets doen in de samenleving. En dat is heel belangrijk voor hun. Voor gezond ook. Ja. En dat ik probeer mijn best te doen. Ja, nou dat lukt je volgens mij heel erg goed. Ja. Bedankt voor al je goede zorgen hier en wat je allemaal doet. Ja. En nou, jij bent ook een prachtvrouw. Dankjewel hè. Ja, dankjewel. Kom, laat jullie nog heel even zien. Hier aan de voorkant. Geweldig, geweldig. Jullie zijn vergeten.
voorstellen voor de mensen die u niet kennen? Mijn naam is Corrie Lauwers en ik ben een van de wethouders in deze stad. Wat voor wethouder? Nou, voor onder meer de participatie en dat mensen mee willen doen op allerlei verschillende manieren, dat is vandaag wel duidelijk. Ja, en wat vindt u duidelijk? Nou, je ziet dat deze prachtige vrouwen niet alleen heel mooi gekleed zijn, maar ook laten zien dat we samen zoveel meer kunnen in deze stad. Als je kijkt naar de indrukwekkende aantal partijen wat hier aanwezig is, van een woningbouwcorporatie tot waar we hier zijn in de Leeuwenhoek in de Humanitas, tot de ondernemersvereniging van de Kruiskade en nog zoveel meer partijen als de Paradijskerk die allemaal de handen in elkaar slaan om in dit gedeelte van Rotterdam in het Oude Westen het gewoon beter te hebben met elkaar. Ja. En wat vindt u van vandaag? Hoe het in elkaar gezet is en wat u allemaal ziet? Ja, natuurlijk fantastisch dat zo iemand als Amina Hussen, die natuurlijk toch uiteindelijk de spil is waar veel om draait. Prachtige Somalische Rotterdamse dame. Die dan één keer wil laten zien wat die kracht van het Oude Westen ook echt is. En wat vrouwen ook kunnen in dit deel van de stad. En dan vind ik het mooi om te zien dat burgemeester Abu Talib nu tussen al die vrouwen een taart aan het aansnijden is. Ja, ja. Al die vrouwen die aan het toekijken zijn voor of het wel goed gaat met die taart. Die is in goede handen. De burgemeester wordt bestormd door allemaal prachtvrouwen. Waarom is het empowerment en participatie van multiculturele vrouwen zo belangrijk? Nou, deelname van vrouwen in zijn algemeenheid is heel belangrijk. De vrouwen vormen de helft van onze samenleving. En investeren in die vrouwen, dat zij in staat zijn om de stad op hun schouders te dragen, is een wezenlijke taak van de samenleving als geheel. Zonder de inzet van deze vrouwen gaat er een generatie kinderen verloren. Deze vrouwen voeden onze kinderen op. Ze zijn verantwoordelijk dus voor het doorgeven van belangrijke waarden en normen. Dus hun betrokkenheid bij de stad, bij de samenleving als geheel, is onmisbaar voor de toekomstige generaties en voor de kwaliteit van leven. Ja, bedankt. Dat is een mooi antwoord. Alsjeblieft. Bedankt. Hey, hallo. Nou, we staan vandaag bij Pietje Bel in het noorden. De afscheidsfeest van de zomertijd. We gaan daar met z'n allen lekker eten en het is aardig druk aan het worden. What's wrong with you? What is it you want? What's so special about me? We hebben Delfshaven en we hebben Pietje Bel en we proberen het zo lang mogelijk vol te houden. Ja. En of dat gaat lukken, dat weet ik allemaal niet. Jawel. Maar nu vind ik het fijn dat jullie allemaal hier zijn geweest. En misschien, nee. We zijn langzaam gaan weer rollen uit de put. En nou, bedankt voor je komst en ik hoop dat jullie vanaf september weer allemaal mooie programma's maken. Ja, we'll be right back.
sluit ik er weer af met de vakantie. En tot een paar maanden weer, zou ik zeggen. Tot ziens. Doei. Welkom in Sjaarloos. Welkom in Sjaarloos. Welkom in de Sjaarloos. Deze zomer transformeren de drie schilders Klaas Kloosterboer, Chris Martin en James Shaw de onderzeebootloods in een gigantisch kunstatelier. Nou, ik vind het heel bijzonder. Het is echt kunst aangepast aan de omgeving, aan de loods. Dit is de vierde keer op rij dat Museum Boijmans van Beuningen in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam met een tentoonstelling over hedendaagse kunst de haven van Rotterdam betreedt. XXXL Painting is te zien van 8 juni tot 29 september 2013. Op 8 juni waren we bij de Dog Survival Challenge in het Zuiderpark, bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. En het wordt georganiseerd vanuit Dok, Charles Dok. Ja, er helpen wat mensen uit de wijk mee als vrijwilliger om dit op touw te zetten. Welke activiteiten kunnen de jongelui tegemoet zien? In principe hebben we een parcoursje gebouwd van klimnetten, een survivalberg, een bungee drum, pijlschieten, kanovaren, skilopen, zagen. Er zijn 8 onderdelen die ze afwerken. En uiteindelijk is dat een soort competitie. Aan het einde tellen we de punten en delen we de prijs uit, zou ik maar zeggen. Okay. Het is geweldig. Ja? Geweldig, ja. Hoe ben je ertoe gekomen om dit te gaan doen? Het is gevraagd door onze gymdocent. En die vroeg of ik mee wou doen aan deze evenement. En ja, ik nam gelijk mijn kans. En met elkaar een prestatie leveren. Dat is eigenlijk het hele uitgangspunt van dit verhaal voor deze jeugd. Urbanerdam heeft vanaf 2008 hier het aanschrijvingstraject begeleid. En dat betekent dat eigenaren verplicht werden om het onderhoud aan hun pand uit te voeren. En het achterstallig onderhoud weg te werken. En wij staan hier vandaag om gratis bloembakken te vergeven voor de mensen die de afgelopen jaren hard gewerkt en gespaard hebben om onderhoud uit te voeren aan hun pand. Beetje fleurig. Ja. Wij zijn een adviesbureau op het gebied van stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting. En wij doen allerlei projecten, eveneens in opdracht van de gemeente Rotterdam, op het gebied van woningverbetering. Ik zag het pas van tussen de middag. Ja. Ik dacht, nou ga eens even kijken wat er eigenlijk is. Dus, De bloembakken zijn bestemd voor de bewoners hier in Klaverstraat, dus zowel eigenaren als huurders, die het leuk vinden om de straat een beetje op te fleuren. Met wat kleur. Als u hier eenmaal komt wonen, kunt u hier ook blijven wonen. Hoeft u niet meer te verhuizen. Maar voor oudere mensen is dat toch een uitje, even over straat. Als je kijkt naar de oudere bewoners, dan is het een afspiegeling. Als je kijkt natuurlijk naar alle culturen, en dat is waarschijnlijk de achtergrond van de vraag, dan is het niet zo. Allochtonen, laat ik het zo maar even noemen, van boven de 70 wonen hier niet veel in de wijk. Dus het is zeker een afspiegeling van de oudere bewoners, de jongere bewoners, dat is meer ons personeel. Daar hebben we
Ook veel mensen uit de buurt die bij ons werken. Op zich willen wij een wijkgebonden en wijkgericht huis zijn. Dus als blijkt dat er een bepaalde groep een dusdanig omvang heeft die zegt wij willen graag bij elkaar blijven wonen, dan zijn wij er absoluut klaar voor. Natuurlijk kunnen twee verzorgingshuizen zo dicht bij elkaar liggen. En Joachim en Anna, dat is een traditioneel verzorgingshuis. En daar wonen een aantal mensen die daar al heel lang wonen. We hebben wel samenwerking gezocht met Joachim en Anna. We hebben ook bijvoorbeeld afgesproken dat bewoners van ons in het restaurant van Joachim en Anna eens een keer een kopje koffie gaan drinken. Dat lijkt heel dichtbij, maar voor oudere mensen is dat toch een uitje. Even over straat. Hoe is dat om naast elkaar te staan? Want je bent natuurlijk elkaars collega, maar ook concurrent. Maar tegelijkertijd kun je elkaar ook wel versterken door gebruik te maken van de mogelijkheden die er in elkaars gebouwen liggen. En dat zijn we ook van plan. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt. Dat hetgene wat wij bieden, dat de bewoners van Haafje daar gebruik van kunnen maken en andersom ook. Joachim en Anna heeft een hele leuke beweegtuin. Wij hebben afgesproken dat ook bewoners die hier wonen daar naartoe kunnen. Dus zo versterk je elkaar voor de buurt en voor de oudere bewoner van de buurt.